Een werkgroep heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het koloniale en slavernijverleden van Nijmegen. Deze resultaten zijn nu gebundeld in een manifest. Zou je één voorbeeld kunnen geven wat er in het manifest staat? Ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje lastig om maar één voorbeeld te noemen. Want we hebben hier dus een heel boekje gemaakt met allemaal verschillende voorbeelden. Maar wat eigenlijk wel een evident voorbeeld is, is bijvoorbeeld in het verleden van Nijmeegse mensen die eigenaar of aandeelhouder waren van plantages. En zo dus veel geld verdienden uitbuiting van mensen in koloniën. De gemeente is zelf geen kolonisator geweest. Dat is echt een verschil met een stad als Amsterdam of Middelburg. Die hebben actief geparticipeerd. Daar ook heel veel geld over de ruggen van heel veel mannen en vrouwen. Met alle misstanden mee verdiend. Dat is in Nijmegen anders. Dat zijn heel veel individuele personen of een familiebedrijf of zo die daar nog wortels hadden in de oude koloniale tijd. En je ziet natuurlijk ook nog, als je goed oplet, er wat terug. Je ziet villa's in Hees, de oude Limos-kazerne. Aan de andere kant, er is ook nog best wel wat te onderzoeken. Want een heleboel van het menselijk leed, wat de kolonisatie heeft meegebracht door met slavernij aan toe. Ja, daar weten we op individuele basis wel wat van verhalen. Maar niet hoe dat in de volle breedte natuurlijk tegenwoordig in de stad nog leeft. Dat gaat de komende tijd onderzocht worden. Het eerste wat we willen gaan doen is met een heleboel mensen van verschillende groepen die zich erbij betrokken voelen, die voorouders hebben uit de koloniale tijd, het gesprek aan te gaan om op die manier een verdieping te doen. En ik sluit niet uit dat er dan vervolgens ook een specifieke rol of opdracht vanuit het gemeentebestuur gaat komen. Ik denk zeker dat als we met elkaar in gesprek gaan en blijven, dat we van daaruit ook stappen kunnen doen in de zin van het erkennen, herkennen, verkennen en samen Nijmegen een nog mooier stad maken dan dat die al is.